Kunst in de openbare ruimte. In Purmerend zijn ze er gek op. Daarom sloeg de gemeente 30.000 euro belastinggeld stuk om een bankje te laten maken. Maar dan heb je ook wat. Het is namelijk kunst. Ik ben op zoek naar het bankje van 30.000 euro. U mag even plaatsnemen. Ik laat even iemand komen. Op het bankje. Het is een Spartaans bankje. Nou, dan vraag ik toch ook af wat deze bankjes gekost hebben. Dit is niet best. Ik blijf gewoon even op het bankje. Ik krijg een houten kont van die bankjes. Dat is niet massief hoor, dit. U bent chef bankjes van de gemeente Purmerend? Ik ben Sebastian Hoek. Goedemiddag. Ik ben woordvoerder van de gemeente Purmerend. En ook de bankjes erbij? De bankjes kan ik erbij hebben. 30.000 euro heb ik gehoord. Het zit rond de 30.000 euro, de kosten van dit bankje. Laten we gaan kijken, ik ben heel erg benieuwd. Ja, is goed. We gaan die kant op. Oh, we gaan die kant op. Ja ik volg jou. Hier ben je. Maar even vanuit respect ook voor het bankje. Het is kunst. Het is niet zomaar een bankje. Het is kunst. Het is een bijzondere, mooie bank. Maar het is een kunstproject. Kunst uit de openbare ruimte, ja, dat is juist. Dit is hem? Ja. Nou, vertel maar. Wat wil je dat ik vertel? Nou, iets over de achtergronden van het bankje. Ik neem aan dat het een heel bijzonder bankje is. Ja, dat had je wel even van tevoren mogen aankondigen dat ik een heel relaas moest houden over de achtergronden van het bankje. Nee, maar we kunnen er een grapje over maken, maar het gaat natuurlijk om belastinggeld, 30.000 euro. En je kunt je ook voorstellen dat mensen denken van ja, dat is toch wel heel erg veel geld voor een bankje of een ja, kunst. De gemeenteraad in Purmerend heeft besloten dat dit de moeite waard is en ik vind het een prachtige bank. Dus het gemeentebestuur staat hier volledig achter dat dit kunstproject hier op deze manier is komen te staan in dit hoekje. Ja. Loop je nou zonder te kijken aan het bankje voorbij? Ja. Ik moet er wel even van genieten hoor. Hoezo? Vind je hem niet mooi? Valt wel mee. Wat denk je wat hij gekost heeft? Ik zou het niet weten. 30.000 euro. Dat meen je niet. Ja, 30.000 euro. Maar het is kunst hè? Ja, oké. Okay. Vindt u het niet mooi of vindt u het gewoon te duur? Zeker te duur, ja. Dat zie ik wel aan de uitvoering. Begrijpt u dat ik verbaasd ben dat hier een bankje staat in een ja, hoekje om het gemeentehuis ergens langs een doorgaande weg waar 30.000 euro tegenaan is gegooid? Begrijpt u dat? U heeft uw argumenten duidelijk voor het voetlicht gebracht. Dus ja, ik begrijp u wel. Maar u bent er niet mee eens? Ik kan het er niet mee eens zijn, nee. Heb jij het bankje aan de overkant al gezien? Bankje aan de overkant? Ik wist niet eens dat daar een bankje was, om eerlijk te zeggen. Dat is 30.000 euro. 30.000 euro? Lekker belachelijk. Ja, daar ga even met je ogen van knipperen, toch? Dat zeker. Ik had geen idee wie u was en waar u voor kwam. Dus u moet ook zich voorstellen dat ik me niet helemaal heb voorbereid op het interview wat u wilt houden. Ja, ik vind het jammer, want ik weet namelijk wel hoe het zit met het bankje. Ik heb me wel gewoon ingelezen. Het is namelijk een origineel ontwerp van een Purmerendse architect die niet meer onder ons is. Maar dit is dus een replica. Dit is geen replica? Ja, dit is een replica. Nou goed, het is nagemaakt naar origineel ontwerp van. Ja, ja. Er is een woord voor. Replica. Excuus. Ja. Nou, ja. Het is geen plastic. Of u moet even willen voelen. Nou, we kunnen er even op zitten. Laten we het even doen. Kunnen we gewoon over of onder het lint? Zolang hij nog zo is, laat ik hem liever nog even. Want straks ga ik erop zitten en dan... Maar dat kan toch makkelijk? Dat zit hartstikke... Ja, dat laat ik voor u hoor. Dat zit hartstikke goed in elkaar. Dat laat ik voor u. Ja, laten we even kijken hoe die zit. Ja, je voelt het er wel aan af. Er komen via de achterdeur een paar ambtenaren naar buiten geslopen. Het bankje, hoe vind je het eindresultaat? Ik heb er niet naar gekeken. Ga je nu naar je collega wijzen. 30.000 euro. Geweldig, ja, het is fantastisch. Ben je trots op het eindresultaat? Ik ga even mijn trein halen. Jij denkt natuurlijk ook, krijg ik niet maken. Ik deed niet zoveel op dit moment, eerlijk gezegd. Het is 4 uur, hè? Nou, 5 uur geweest. Oeh, 5 uur alweer. Ja, nou, snel naar de trein. Ga ik doen. Rennen. Of ja, niet rennen natuurlijk. Ja, ik doe steeds mijn hand voor mijn ogen, maar dat is niet naar hem bedoeld hoor. Sorry. Waarom doe je het dan? Nou, omdat die zon in mijn ogen schijnt. Als jij daar gaat staan, heb ik er geen last van. Ik dacht dat je een Indiana deed. Ja, nee. Wat denk je wat het gekost heeft? Ik zou het echt niet weten. Kleine gok? 2000 euro of zo, ik zou het echt niet weten. Man. Ja, 30.000 euro. En daar gaan mijn belastingcenten naartoe. Nou, de mensen hier in Purmerend die zijn dus niet echt blij met deze nieuwe aankoop. Maar de gemeente die vindt het nog steeds fantastisch, dit bankje. Tot zover geen stijl, tot zover kunst, omdat het moet.